Gisteren was een rare dag, dat heb ik net verteld in de vlog van gisteren. Ik dacht het nog, want ik heb dat bijna altijd. We zijn aangekomen. Ik vind het zo'n schattig straatje. Goedemorgen, het is woensdag. Ik heb net de vlog van gisteren afgesloten. Gisteren was een rare dag, dat heb ik net verteld in de vlog van gisteren. Ik heb zo verschrikkelijk slecht en onrustig geslapen, hè? En we allemaal. Net ook werden we wakker. Dan dachten we, waar is Marco? Nou, die zat ook al beneden in zijn eentje. Het raakt ons wel echt heel erg. Dat we niet heel goed weten wat we moeten voelen. Dus ze hebben gisteren ook op de hoogte gebracht. Dat het dus ook om iemand gaat die zij heeft gekend. En dat is best wel heftig om je kind dat allemaal te vertellen. Vooral niet alles. De belangrijke dingen, we hebben wel flink wat details weggelaten daarin. Maar goed, ik wil zo wel op tijd op school zijn met Sarah. En even de juf ook op de hoogte stellen, want ik weet niet in hoeverre ze het er op school over gaat hebben. Maar ja, ik vind wel dat de juf even echt op de hoogte moet zijn van alles. Dus ik ben nu aan het haasten. Maar ik ben zo moe. Echt, je gaat zo liggen malen. Oh, wat ga ik zo lief. Ik kan me natuurlijk voor een meter opmaken, zie ik. Nou, het moet er maar weer doen. Ik heb echt gewoon geen zin. Of energie. Om dit beter te gaan doen. Dus, maar verder, we gaan gewoon proberen een goede leuke dag van te maken. Ik ga vanmiddag naar Irene met Sarah vanuit school. Ik heb een tijdje niet gezien. Ik heb er wel veel gesproken, maar Irene was altijd net te ver weg om gewoon even snel langs te gaan. Dus we gaan vandaag. Nee, ik kom helemaal niet op mijn woorden. Daar heb ik soms sowieso wel last van. Maar goed, ik hoop dat jullie het snappen. Mijn hoofd zit gewoon heel vol van alles. Ik zit gewoon helemaal vol van. Met ook de gedachte hoe het voor zijn ouders moet zijn. En gewoon de impact die het voor iedereen ook heeft. En heel veel onbegrip. Nee, niet onbegrip. Ja, wel onbegrip, maar. Ja, gewoon dat je niet begrijpt en dat het voor je gevoel gewoon niet klopt. Het is gewoon heel bizar allemaal. Net nog even een paar boodschapjes gedaan. En ik ben makkelijk tegen, dus daar heb ik nog best wel een tijdje mee staan praten. En ik ben zo niet normaal moe. Echt, vannacht. Die ligt zelf te malen. Sarah sliep heel onrustig. Marco was heel vroeg wakker. Die waren een soort van kwijt. Maar die zat dus beneden al. Heel vroeg. Dus ja. Het is al weinig slaap. Dus ik ga nu. Ben ik bootjes aan het breken. Dan staat eten klaar. Want naar school gaan we zo weg. En dan staat eten even vast klaar. En dan ga ik denk ik even gewoon slapen tot ik weg moet. Ik denk dat ik nu wel slaap, want ik ben nu zo uitgeput. Dat is wel ook het nadeel, omdat ik al heel erg een nachtmens ben. Avondnachtmens. Dat als er dan dingen in mijn hoofd zitten, slaap ik helemaal niet. Want
ik ben meestal niet zo heel erg moe als ik naar bed ga nog. Ik voel me vaak 's ochtends vooral heel moe. Nou, dat houdt dus wel in dat als er dan dingen in je hoofd zitten, ik val dus niet heel snel van vermoeidheid in slaap. Ja, en toen ik wel een beetje slaapfilter was, was Sarah weer onrustig. En weet je, dan word je weer wakker en dan ga je weer malen. Maar goed, genoeg daarover. Ik zorg even dat het eten klaar staat. Dan, als ze het verkeerd tegen hebben of wat dan ook, dan kan in ieder geval gelijk gekookt worden. Of als Marco dan eerder thuis is, kan hij het in ieder geval vast opzetten. Dat scheelt allemaal. En ja, ik heb wel zin in 4 dag. Dus ik hoop dat ik dan even wat wakkerder ben. Dat zou wel echt even heel fijn zijn. Nou, het slapen werd me niet zo erg gegund als dat ik had gehoopt. Ik dacht het nog, want ik heb dat bijna altijd. Als ik wil slapen, overdag dat ik zo moe ben, dan mag het nooit. Eerst kwam er een pakketje voor mij. En die zou eigenlijk pas vanavond komen, maar die stonden dus net al voor de deur. En toen ging ik alsnog weer liggen. En toen kwam er niet veel later een pakketje van een andere dienst voor de buren. Dus ik heb nog wel iets geslapen, maar helaas niet zoveel als dat ik had gehoopt. Maar het heeft me wel even goed gedaan. Het is dus gewoon even een powernap geworden. En ik moet zeggen, ik had nooit heel veel zin om te gaan slapen en heb ik te veel te doen, maar ik moest wel echt. Dus ja, dan is een powernapje toch ook wel even heel prettig. Ik heb Sarah opgehaald uit school en ik heb lekker een zak krentenbolletjes vanochtend gehaald. Ik denk, dan kunnen we lunchen in de auto, omdat we natuurlijk precies met lunchen een stukje moeten rijden. En ik heb een grote fles water. Dus ik wil zo meteen ook. Ik rij even deze bochtjes. En dan wil je me daarna ook ingeven. Je kan het sluitingje voor nu wel eraf laten. Doe je hem even in je zak. Want waarschijnlijk gaat de zak leeg. En anders maakt het ook niet uit. Dan vouw je hem even om. Want nu gaan we er toch meerdere pakken. Want het zijn kleintjes. Ik wil dat jij er wel minimaal 3 eet. Meer mag, maar niet minder. Ik eet er 4. Dat is prima. Als je er maar minimaal 3 eet. Wij gaan naar Irene. Hey, gezellig hè? Ja, want het is jarig geweest. Ja, we zijn er ook al bijna, zie ik. Echt? Oeh. We zijn aangekomen. Ik vind het zo'n schattig straatje. Echt leuke huisjes. Irene is verhuisd. Dus ik ben hier ook nog niet geweest. Ze is net verhuisd. Maar echt hele schattige huisjes staan hier. Echt dit. Dus. En ik kon niet voor de deur parkeren. Dus dan moet ik even een klein stukje lopen en de huis weer gaan vinden. En ik ben zo benieuwd. Leuk. Jij wil elke keer niet, hè? Ja. Elke keer mouwen. Oh, nou mag ik wel aaien. Bij jou op schoot mag ik aaien. Ja, dat vind ik niet zo eng. Nee, oké, okay, kom maar mouwen. En als het dan wel aaien is, gelijk wegvliegen. Zeg maar mouw. Mouw? Mouw, mouw. Hi. Hey. Het was zo gezellig weer even met Irene bij te kletsen. Ik had er echt al een tijdje niet meer in het echt gezien. Wanneer is dat geweest? Juni? Toch? Ja. Of was het april? En we zijn nu nog steeds niet thuis. Nee, we hebben echt verschrikkelijk in de file gestaan, dus dat was wel echt heel jammer. Maar we zijn net de file uit en het was zo'n rommelige file. Echt, niemand gunde elkaar een centimeter van de weg en snijden en duwen. En op een gegeven moment ook... En als vervelende mensen... Ja, ik kom van een bepaalde richting en dan volgen de wegen samen en dan splitsen ze daarna weer. En dan moet je een baan op. Nou, echt auto's die er gewoon niet tussen laten. En ik ben echt niet bang om er tussen te gooien, maar ik kwam er gewoon echt niet tussen. Dat ze echt hutje mutje gingen rijden. Ja, zeker met een kind, weet je. Ja, ik ga hem er echt niet tegenaan zetten dan. Dat op een gegeven moment een man zag het en die gebaarde al van ga maar voor mij. En dus toen ik aankwam liet hij de ruimte. Maar dan denk ik, jeetje mensen, serieus, gun een ander gewoon een plekje. Het is zoveel prettiger voor jezelf om gewoon een ander wat te gunnen. En dat je zo... Ja, niet zo lang meer nu. 1 keer raden wat wij gaan kijken. Married at First Sight. En ik heb drijfjes gekregen van Marco.
En we gaan steeds meer naar de grote ontknoping. Dus jij bent ook wel echt heel benieuwd, hè? Zeker. Wie er zijn laatste aflevering tweede stellen uitgaan. Wat hebben we nou over 5 stellen? Ja. Want die zijn over het algemeen wel heel leuk. Ja, zij, ik denk niet dat zij het gaan redden. Daarvan hoop ik dat ze het niet gaan redden, want dan heeft ze meer respect voor zichzelf. En de andere 3, I'm rooting for them. Oh, die serie, echt. Het houdt ons nogal bezig. Maar we vinden het nog steeds helemaal geweldig. En nu is het tijd om te gaan slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!